Ja, het was een gewoon een levendige, frisse knul. Zoals je er meer in 3 maanden hebt. Gewoon een lekkere kerel. Siep was op een survival-excursie, zoals dat elk jaar gebeurt met MAVO-3-leerlingen. Hij is gevallen en aan zijn verwondingen overleden. Zijn teamgenoten zagen het gebeuren. Zij zijn gisteravond teruggekeerd uit België. Er zijn heel veel aantal leerlingen die het gezien hebben. En verder, ja, vanavond ontvangen we de leerlingen hier. Ze worden nu opgehaald op dit moment. En dan zullen we meer weten. Het onderzoek ligt nu bij de Belgische autoriteiten. Op school is de begeleiding van de overige leerlingen en ouders nu prioriteit. De schoolleiding heeft gisteren tot laat ouders, medeleerlingen en docenten te woord gestaan. En ook vandaag zal dat het geval zijn. We hebben mensen van slachtofferhulp erbij gehaald van het Centrum voor Jeugd en Gezin. En samen, vooral samen, proberen we elkaar te steunen en een begin te maken met het verwerken.